Gerard, we zijn hier bij jou op jouw plaatsje en bij jouw hakblokhut. Ja. Daar maak jij je beelden. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen? Wanneer ben je begonnen met beelden maken? Ik ben zo'n 10 jaar geleden begonnen, omdat ik altijd met mijn werk dag en nacht bezig was. Toen zei mijn vrouw van, moet je niet eens een keer wat anders gaan doen? En toen heb ik eerst nog even geprobeerd te schilderen, maar daar kon ik het niet in kwijt. En misschien moest ik wel gaan hakken om een beetje mijn energie kwijt te kunnen, een beetje de agressie. Want mensen mag je niet slaan, maar stenen juist wel. Dus zo ben ik een beetje begonnen 10 jaar geleden. Gewoon als een geintje en ik ben er steeds meer aan verslingerd geraakt. Oké, je gebruikt vele soorten stenen, heb ik begrepen. Wat heeft een steen een voorkeur voor jou? Ja, de steen die ik het meeste gebruik is Belgisch hardsteen. Omdat dat een heerlijk voorspelbare steen is en die stinkt ook zo lekker als je aan het hakken bent. Dat is een zwarte steen, hè? Ja. Daar hebben ze daar ook wel wat beeld van, denk ik. Hè? Ja. We staan hier bij een heel bijzonder beeld. Deze heb je, meen ik, uit Zweden meegenomen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dit is een Gotlandstone, noemen ze dat. Ja, een steen van het eiland Gotland. Dat ligt in de Botnische Golf tussen Zweden en Finland in. Dat is een hele bijzondere steen. Ik weet toevallig, hij is 400 miljoen jaar oud. Uit dat tijdperk komt het. En er zit een groenige, gelige, maar ook een rode laag in. En het leuke aan deze steen is, die heb ik de hele tijd had ik hem laten liggen. En op een bepaald moment ging ik erin hakken. Om eens te kijken wat voor steen er nou eigenlijk is. En toen kwam ik dit fossiel tegen, die cirkel in het midden. En eerlijk gezegd raakte ik in de ban van die ring. En zo werd gelijk het bruggetje gemaakt van naar Lord of the Rings, want toen herinner ik me toch dat Frodo en zijn vrienden een keer een reis maakten naar de middenaarde. En toen kwamen ze ook bij een rode berg aan. Nou, een beetje de fantasie laten gaan, allemaal gaten erin gehakt en geboord en verbindingen. Een hele lange tocht die voerde langs allemaal spelonken en moeilijke toegangen en grotten. Ja. En op het laatste is er dan ook nog een trapje en die leidt, ja. Ik weet niet waar die toe leidt, maar dat is misschien de ontknoping die nog een keer later komt. Maar hij moet nog wat gepolijst worden, maar dan hij ziet er in ieder geval al sinister genoeg uit, lijkt mij. Ja, dit is dus één van de soorten stenen. Ik begrijp ook dat je begonnen bent waarschijnlijk ook met zo'n ander beeldhouwers met de hand slaan. Ja, ja, ja. Maar dat je daarna ook op een andere manier bent gaan beeldhouwen. Ja, maar je begint altijd met de hand en je moet ook blijven hakken met de hand. Want een machine, zeg ik, die kan niet denken, die kan hooguit een proces, een productie voor je makkelijker maken. En daar kan ik wel wat van laten zien, hoe je dat pneumatisch kan doen. Gerard, dit is specifiek ook iets voor jou, hè? Platen, en daar maak je teksten soms in en soms figuren. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dit moet een zonnewijzer gaan worden en een beetje op de lokale markt afgestemd. Dus we proberen een klein beetje de landmarken, zoals die kennen hier, de kenmerkende gebouwen en omgevingen te tonen. Dit moet een molen worden uit Alanderveen. En dat is heel delicaat en klein werk. En dat doe ik dus wel gewoon met een handbijteltje. En dat mag een beetje speels. Maar je gaat nu erg ondiep erin. Ga je ook diep daarmee in of doe je dat dan weer machinaal? Nee, ja, zowel nou, vooral de hele gevoelige randjes. Zoals hier bijvoorbeeld bij die boom van de molen. Die doe ik eerst even met de hand. Maar vooral als je meters moet maken, dan kan je dat ook pneumatisch doen. Dat kan ik ook wel even laten zien. Ja, ik denk dat het goed is dat je dat even laat zien, hoe dat pneumatisch gaat. Als het niet al te veel lawaai maakt. Ja. En wat je dan ziet, dat is dat je zei verschillende dieptes. Ja, je probeert natuurlijk die verschillende lagen erin te brengen, die dimensie te tonen. Dus de wieken aan de voorkant, iets daarachter de molen.
En daar weer een stuk achter de lucht die erachter hangt. En dan die bossages die je eromheen probeert te doen. Die probeer je weer een beetje in het midden te krijgen. En dit is trouwens ook weer iets dat moet weer... Kan ik ook nog even laten zien. Dat moet weer gepunt worden. Even kijken. Als je bijvoorbeeld hier die structuur... Ja, die moet een beetje vaag blijven, maar die kan je zo doen. Ja, ja, oké. Noem eens dat niet boucherderen of zo? Ja, boucherderen is met een hamer echt, hè. En dat is eigenlijk precies hetzelfde effect. Alleen een bouchardhamer, die heeft veel meer van die punten. Ik heb het nog even over dit soort. Want dit is natuurlijk een heel specifiek soort. En ik heb een paar van jou van deze manier gezien. Haal je dit uit één blok? Ja. Ja. En ja, hoe krijg je die beleiding daar zo in? Je maakt eerst uit een vierkant blok steen, wat je koopt. Maak je eerst een driehoek. Dan moet je je voorstellen, zo'n driehoek. Die dat helemaal omvat. En vervolgens ga je de punten eraf halen. Van die driehoek, zodat je in het midden weer de driehoek overhoudt. Daarna is dit één massieve, laten we zeggen, gelijkzijdige driehoek. En dan krijg je de volgende klus. Dan begin je met een boor onder een hoek van 60 graden. Ga je dat doorboren, ga je een gat maken. Dan moet je dus voorstellen dat daar voortdurend, dan moet je ook blijven redeneren, dat ding erheen kan. En ja, okay. 60 graden daar ten opzichte van, weer een gat. Dus die gaten, dat is de eerste leidraad die je moet maken. En zodra je die gaten hebt, dan kan je zeggen van, ik wil van deze gat, van dit gat aan de bovenkant, wil ik naar dat gat aan de onderkant. Aan het einde hou je daar nog die puntjes over, maar dat is gewoon een kwestie, nou gewoon, dat is een kwestie van eraf slijpen en het... Of eraf zagen, ja. En die kromming eraan brengen. Maar het is een heel delicaat proces, omdat er zit geen links, rechts, boven en onder. Het is allemaal hetzelfde en het blijft eindeloos doorgaan. En het is ooit bedacht door een Duitse wiskundige, Möbius. Gerard, jij doet dit jaar toch weer mee met de kunstroute. Ja. Vorig jaar deed je het hier in je eigen atelier. En nu doe je het in het atelier van Willem? Ja, Willem van Weerthuizen met een zevensprong. Dus daarom ben ik ook dit soort beelden nu even aan het maken. Want ik heb vooral wat grotere beelden vaak, tuinbeelden, maar die staan onder andere in Zwammerdam. In de beeldentuin van Margaret Ooms? Ja, maar ik ben ook nu met wat kleiner werk bezig, wat ik daar kan tonen. En ik ben al een heel eind op weg met deze onyxbeelden. Ik moet alleen de sokkels nog eventjes netjes polijsten, of eventjes. Het is graniet, dus het is toch wel een klus. Paar uurtjes werk voordat daar een beetje glans in zit. Maar dan heb ik die ook klaar. Okay. En met Willem ga je ook aan het werk? Ja. Ik was van plan om dit soort, laten we zeggen, letterhakken en relief hakken, om dat daar een beetje te demonstreren. Te laten en tegelijkertijd, als je zit te wachten op de volgende bezoeker, dat is een mooi tijdverdrijf. Ja, okay. Toch productief. Ja, heel leuk. Gaan we naar je kijken. Oké. Treedt er op het ogenblik allemaal op? Nou, we horen op de achtergrond door een gezellige salsa club celebration van Have Fun. We hebben jongleurs en we hebben acrobaten. We hebben
diabolovers. Ik heb mensen op eenwielers gezien. Ik zie iemand rond te lopen met twee benen. Dat doet het gewoon helemaal. Gewoon om het door te vertellen. Hoort, zegt het voort, roep ik iedere keer door mijn benen heen. Dat doet het altijd wel. En er zijn mensen die dat bijzonder waarderen. Remco, kun je eens vertellen hoe lang je dit al doet? Ik doe het ongeveer 3 jaar, waarvan het eerste jaar ik vooral met jongleren bezig heb gehouden. En daarna heb ik het vuurspeeuwen, dat ben ik erbij gaan doen. En ik doe het ongeveer een jaar lang semi-professioneel nu. Wat voor vloeistof gebruik je? Ik gebruik Romeinse olie, een speciale vuurspeeuwersolie. Dat is een paraffineolie die speciaal ontwikkeld wordt om zo veilig en gezond mogelijk mee te kunnen vuurspeeuwen. Het is iets wat je ook eventueel door kunt slikken? Ja, je kunt het veilig doorslikken. Het is medische paraffine, het wordt in het ziekenhuis, het is gewoon laxerend. En dit was een sfeerimpressie van het straatfestival zoals het in Alphen aan de Rijn is gehouden op het Rijnplein op donderdag 2 juni jongstleden. Rien Bloemberg is een van de organisatoren van de kunstroute in Nieuwkoop. Rien, vertel eens, wanneer zijn jullie daarmee begonnen? Dit is de 7e kunstroute op zich. Dus we 7 jaar geleden hebben de eerste kunstroute gehouden. En ja, dit jaar dan voor de 7e keer. Maar de voorbereidingen die beginnen al in januari. Dan hebben we de eerste vergaderingen. Want waar wij eigenlijk vanuit moeten gaan is van welke kunstenaars krijgen we. En hoeveel kunstenaars willen er inschrijven die geen eigen atelier bezitten. En dat is voor ons altijd een hele legpuzzel geworden, om reden dat je moet wel een locatie hebben. En als je weinig locaties hebt en veel kunstenaars, dan hebben we een probleem. Dat probleem hadden we dit jaar ook bijna, om reden dat wij hebben een onafhankelijke commissie in het leven geroepen, die waarbij de kunstenaar zich kan aanmelden. Vond er een ballotage plaats. En na afloop kregen wij gelukkig de mededeling dat er hadden zich 11 ingeschreven en die konden we alle 11 plaatsen. En dan is het gemiddelde bezoekaantal per 3 dagen op een locatie, dat lag vorig jaar zo op 500 personen. Oké, maar hoeveel kunstenaars doen er ongeveer gemiddeld mee? Dit jaar zitten we op 35 kunstenaars uit de gemeente Nieuwkoop. Want daar praten we over. Dat is in eerste aanvang ons uitgangspunt. Alle kunstenaars woonachtig in de grote gemeente Nieuwkoop. Dus niet alleen de plaats Nieuwkoop, maar Terhaar, Langeraar, enfin alle Nieuwveen, alles wat daarbij hoort. En wij nodigen meestal 1 of 2 gastkunstenaars uit. En dat is dit jaar is de gastkunstenares geworden, de meubelmaakster Frida van der Poel, die hele bijzondere meubelen maakt, waar eigenlijk helemaal niets recht is. En die is ook gesitueerd in de grote loopstal bij de Zevensprong. En Frida komt uit Leiden. We zijn hier in de loopstal van de Zevensprong, waar een deel van de kunstroute in plaatsvindt. Giselle Klein heeft prachtige foto's gemaakt en gaat er ons iets over meer vertellen.
Ja, de eerste kleurrijke serie, vier die hier achter hangen, heb ik in de Hermitage gemaakt. Tijdens een fotowedstrijd waar ik met mijn foto daar ook mocht exposeren. En de andere vier, dat zijn van de muziekserie die hier in Nieuwkoop wordt georganiseerd door David Kuiken en Diane Bonenberger. En tijdens die concerten mag ik altijd fotograferen. En dit zijn dus vier kunstenaars die daar hebben opgetreden. Je hebt een bepaalde manier van fotograferen gekregen. Het is niet direct herkenbaar, maar vertel daar iets over. Ja, ze noemen dat motion blur. Dat is dus niet heel scherp. Dat zijn bewegende, het moet bewogen zijn. Maar één aspect moet wel scherp zijn in de foto. Dan zou je dat van de foto's die hier achter hangen niet direct zeggen. Maar die heb ik echt heel bewust onscherp gemaakt in de beweging. Maar de andere vier die daar hangen, daar zie je dat de gezichten wel scherp zijn, maar de beweging daarachter zit. Of in het instrument. Oké, ik wens je erg veel succes en zeker ook met deze kunstroute. Dankjewel. Tot ziens. We zijn in de oude stal van Willem van Weerthuizen. Willem van Weerthuizen, hoe lang heb je deze oude stal al? Dit is het tweede jaar. Ik heb hem in principe voor 2 jaar gehuurd en dit is het tweede jaar. En ik werk hier en ik heb hier exposities van mijn eigen werk, maar ook van gastexposanten. En deze keer is gastexposant Gerard Bes en die staat hier met beelden. En ik hang aan de muur met mijn aquarellen. Hoeveel jaar doe je dat nu al? Nou, ik zeg altijd, de eerste aquarellen dat ik er echt serieus mee bezig ben, is sinds 1990. Toen heb ik voor het eerst ook een cursus gevolgd dat ik dacht van nou, hier wil ik verder mee. En dat heb ik hier in het rechthuis gedaan bij Ted Kistenmaker of Ted de Roo. Ze exposeert hier ook op de stichting Zevensprong. En daar ben ik eigenlijk 1990 ben ik gestart. Okay. Je hebt al meer meegedaan met deze kunstroute. Hoe is dat bevallen tot nog toe? Nou, die kunstroute in Nieuwkoop en het weer werkt over het algemeen altijd mee. Dat is gewoon echt een feest. Ik noem het gewoon dat het een feest is. En ja, en zo ervaar ik het ook. 3 intensieve dagen met heel veel bezoekers. We zijn hier in het atelier van Tonneke Iwema. Tonneke maakt beelden van erg veel verschillende materialen. Van gips, brons, was en hout. En vertel eens iets over, Tonneke. Wat is jouw drive daarachter? Je vraagt heel veel en daar moet ik eigenlijk heel erg goed over nadenken. Ik werk het liefst in was, omdat ik daar bewegingen mee kan maken. Zoals gips of als klei, dat moet je altijd nat houden. Daar kan je alleen maar volumes mee opbouwen. Maar met was kan je de lucht in en dat kan bewegen, dat kan draaien. Dan doe je van ijzerdraad een soort skelet in. En als dat dan goed is, dat duurt een hele tijd. Maar als het goed is, ga je ermee naar de bron schieten. En dan beweegt het niet meer, maar heeft het nog wel steeds de sfeer van beweging. Oké, wat ik ook zie is dat je bij veel beelden een gedicht hebt gedaan. Vertel daar iets over. Nou, omdat ik ben ook heel veel met woorden bezig. Er zitten altijd gedichten in mijn hoofd, verhalen. Dus soms als ik met iets bezig ben en ik maak alles met een soort gevoel, dan plopt er een gedicht op. Of ik heb het al en dan vind ik dat het bij een beeld past. Dus toen dacht ik, ach, waarom zou ik dat alsmaar in een boekje laten zitten? Dus dan schrijf ik soms op houten stukjes mijn gedachten op. Het is een hele leuke combinatie om te zien. We hebben ook gezien dat je hier achter een ijsvogel hebt. Dat heb je in een combinatie met Jean Jones gedaan. Ja, dat Jean en ik zijn hele goede vriendinnen. Dus ineens hadden we het plan van zullen we samen iets doen. Was toen ook vorig jaar met de winterkunst. Hebben we ook samen iets gemaakt. Dus we hebben nu het idee van ik maak bijvoorbeeld in dit geval het ijsvogeltje of die 3-eenheid. Dus je hebt dan de vormtaal van mij en het kleurverhaal van Jean. Dus je koopt een beeld en een schilderij tegelijk. Okay. Twee, ja. Het lijkt me een geweldige combinatie. Mag ik je veel succes wensen op deze dagen nog? Dankjewel. Mark van Kuperveld, jij maakt voornamelijk beelden van brons. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik maak beelden eigenlijk met inspiratie. Mijn grootste inspiratiebron is de natuur.
En dat dus in brons en dus ook combinatie met stukken uit de natuur. Dus dat is hout, zwerfhout, hout wat, waar ik zelf niet veel aan wil doen. Wat dus in poelen heeft liggen rotten of in de zee heeft liggen ronddraaien. En daar zoek ik dus mijn bronzen vormen bij dat één combinatie wordt. En nou ja, het meeste ben ik geïnspireerd door de jaarringen van hout. Dus ook weer, dat komt dus ook weer terug in je duimen, die jaarringen. En daardoor boetseer ik dus ook nou ja, de jaarringen en gewoon allemaal dingen uit de natuur. En dat maak ik samen weer een beeld van. Dus op die manier ga ik te werk. En jij bent in tegenstelling tot vele anderen, maak jij het ook zelf. Jij giet het ook zelf. Ik ben dus een kunstenaar die dus eigenlijk alles zelf doet. Mijn hout bewerken, het brons bewerken, ook het brons gieten. En dat is ook het leuke, want daardoor kan ik ook zelf veel meer experimenteren. En kan ik dus op het randje van ja, eigenlijk moet het zo, maar dan toch nog wat weglaten. Zodat het nog meer die organische vormen in mijn beelden komen. En dat is, ja, dat is op een gegeven moment je kracht. Oké, en je geeft ook workshops. Kun je daar iets over vertellen? Nou, workshops, dat doe ik dus op de dinsdag en de woensdag voor groepen. Nou ja, dan kunnen ze dus een eigen stenen beeld of bronzen beeld maken. Of in hout wordt er zelfs gehakt. En dan heb ik de weekenden. En dat zijn dus weekenden dat ik bronsgietweekenden geef. Dan maak je in één weekend een bronzen beeld. En dan probeer ik dus heel de techniek alles uit te leggen. En dat in één weekend wordt dat dus gevormd. En dan ga je aan het eind van de dag helemaal trots met een beeld naar huis. Dus... Oké, nou leuk. Bedankt voor het interview. En ik zou zeggen veel succes nog verder. Graag gedaan. Is het Hugo Captain, is de King of Captain Zon? San Mario, oh San Mario. We zijn hier in het Wellend College en het Chanticoor De Kreunende Sluisdeur oefent hier. We praten even met de dirigent René de Groot. René, kun je iets vertellen over het soort liederen dat jullie zingen? We zingen met het koor zeemansliederen en in allerlei vormen. De echte shanties, dus de liederen waarbij oorspronkelijk gewerkt werd. En we zingen, behalve de echte werkliederen, zingen we ook veel smartlapachtige zeemansliederen. En daarnaast hebben we nog een blok liederen met gewoon Nederlandstalige stukken. Die vooral in bejaardenhuizen erg in de smaak vallen. Jullie hebben laatst ook, heb ik gezien, gezongen bij de herdenking van de Ridderhof. Wat hebben jullie daar voor iets gezongen? We hebben daar Sailing gezongen. Het bekende popliedje van Rod Stewart uit de jaren 70. In een koorbewerking. En we hebben gezongen The Last Farewell, The Sailor's Last Farewell, een traditionele groet aan een overleden zeeman. Oké, dat is erg goed overgekomen, heb ik begrepen. Ik heb ook gezien dat jullie inderdaad ook Engelse liederen en ook Duitse liederen op het repertoire hebben. Ja, dat is een beetje voor de hand liggend, want er zijn natuurlijk ontzettend veel zeelieden met een Duitse en een Engelse taalachtergrond. Vooral in de Oostzee werd eigenlijk alleen maar een soort plat Duits gesproken. Een taal waar met een combinatie van Duits en Scandinavische talen met wat Engels erdoor. De Duitsers hebben veel meer zeemansliederen dan wij Nederlanders wel eens denken. We denken dat Duitsland niet zo'n zeegaande natie is, maar dat is het toch wel geweest. En de Engelse zeemansliederen zijn over de hele wereld bekend, vandaar dat wij ze natuurlijk ook zingen. Oké, en dat koor, hoe groot is dat? Kun je iets vertellen over hoeveel mensen erbij zitten? Op dit moment telt het koor bij mijn weten iets van 50 man. Het koor is onderverdeeld in 3 stemgroepen. Lage bassen, middenstemmen baritons en hoge stemmen tenoren. En heel veel liederen worden ook gewoon eenstemmig gezongen. Oké, hartelijk dank voor het interview. Veel succes. Dank u wel. Graag gedaan. Kun je iets vertellen, Marius, hoe oud dit koor is en wanneer het is begonnen?
Ja, daar zijn eigenlijk twee datums voor. Het koor dat is ontstaan uit een watersportvereniging. Als winteractiviteit in de kantine. Toen op een gegeven moment werd het te groot en toen is er gevraagd om de twee verenigingen, want het was inmiddels natuurlijk een grote groep geworden, om dit te gaan splitsen. En vanaf die datum is het dus als de kreunende sluisdeuren verder gegaan. En dat is 12 jaar geleden. Dus het koor bestaat officieel dus nu 12 jaar. En de kreunende sluisdeuren, ja, dat komt van in het begin klonk het niet zo best. En ja, bij de watervoorzorgsvereniging wisten we alles van sluisdeuren. En dat die ook wel konden kraken, oude sluisdeuren. Dus vandaar dat die naam op de prop is gekomen, de kreunende sluisdeuren. Onmogelijke naam, iedereen die zegt er ook iets van of wat dan ook. Maar hij blijft altijd wel hangen, dus in die zin is het natuurlijk toch wel een leuke naam voor je. En jullie treden ook door het hele land, begrijp ik? Nou, door het hele land is niet helemaal waar. Het is eigenlijk wel de regio Zuid-Holland. Maar we treden ook wel op in, we hebben ook in Ede bijvoorbeeld op Koninginnedag opgetreden. Dus we gaan ook wel eens verder. En we treden natuurlijk ook op in het buitenland. We hebben in Praag hebben we onder andere optreden gehad. Een paar dagen zijn we daar dus geweest. Er was een heel groot festival, kan je zeggen. Een hele korenweekend. En in Noorwegen hebben we een keer gezongen. Ja. Als je op de site ook kijkt en dan wordt er wel gevraagd, ja, leden zijn welkom, maar er is wel een wachtlijst. En het moet bovendien moet het mannen zijn natuurlijk, hè? Nou, op dit moment hebben we geen wachtlijst. Dat is zo. We zijn, maar nee, ja, het moeten per se mannen zijn, ja. Ja, oh nee, je gaat er niet als vrouw tussen staan, want dan heb je een probleem. Dat is wel waar. Nou, de vrouwen mogen wel de accordeon hanteren, heb ik begrepen. Ja, nee, we hebben een aantal vrouwen en het is een koor waar de vrouwen ook van de koorleden eigenlijk altijd wel actief deelnemen aan het gebeuren. Ze zijn bij optredens of met de kerstborrel. Hebben ze vorig jaar een eigen koor gevormd en hebben de twee koren tegenover elkaar gestaan en treffen de gezongen. Dat is allemaal spontaan, dus de vrouwen zijn terdege wel betrokken. Alleen we hebben bepaalde mensen die voor bepaalde zaken gewoon verantwoordelijk zijn. En dat zijn veelal vrouwen, ja. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 1, 2. When is springtime, the song will bring back the memory. Often I think of thee when I'm in my sweet Marie.